Je hebt chronische occipatie. Je moet je leven lang moet je laxeermiddelen gaan slikken elke dag. Het is dus niet om heel de reguliere geneeskunde meteen te bashen. Maar twintig huisartsen gehad. Ik denk wel 50 salfjes medicijnen. Drie maanden appte die dat hij weer was begonnen met trainen. Ik was begonnen met sporten. Dat hij weer kon met zijn kinderen kon spelen. Ja weet je, dan, uh, dan breekt bijna iets in je dat je denkt, oh shit, dit hebben wij gewoon samen gefixt. Ja. En dat is gewoon leefstijl. In de essentie denk ik gewoon dat het heel slim is om heel veel te kijken naar wat deed de mens vroeger. En dat zijn hele makkelijke. Gezondheidsheks. Ja, ik heb dus nog nooit gedronken. In deze serie nodig ik gasten uit die het net even anders doen dan anderen. En daar is de 30-jarige Joep Rovers nou een goed voorbeeld van. Joep kijkt namelijk anders tegen gezondheid aan dan de meeste mensen. Hij is ortmoleculair adviseur en heeft een holistische kijk op leefstijl en voeding. Vroeger hield hij van uitgaan, maar hij heeft inmiddels zijn leven drastisch veranderd. Nu is hij gezond, succesvol en motiveert hij andere mensen om hun levensstijl om te gooien. Ik vraag Joep het hemd van het lijf. Joep, goed dat je er bent. Ja. Jij bent 30 jaar, woont in Brabant. Je hebt je eigen bedrijf opgezet. Ja. En hoe zou je nou omschrijven wat, uh, wat je bent? Ik ben leefstijl-expert. Ja. Um, en dat is vooral... Ik heb een deel van de opleiding tot orthomoleculair therapeut gedaan. Niet ja. afgemaakt. Um, en vooral richt ik me op alles wat met leefstijl te maken heeft. Interessant. Ja. Um, maar jouw leven heeft er niet altijd zo uitgezien. Uh, want vroeger werkte je ook bij een corporate bedrijf. Ja. Hoe, hoe zag jouw leven er toen uit? <laughs> Mijn leven... Laten we een jaar of uh, bijna tien jaar terug in de tijd gaan. Toen begon ik aan de hotelschool in Maastricht. Ik weet niet of je een be beetje verhalen gehoord hebt over hotelschool. Ja. Maar dat is vooral heel okay. veel partyen. Ja. Uh, dat was gewoon echt vier dagen, echt compleet tot het gaatje feesten. Lid geweest bij studentenvereniging, ja? lid van een dispuut. Uh, Toen gaan werken, corporate life, woonde in Amsterdam. Nou, Amsterdams feestleven lag mij in het begin ook nog wel. En dat werd uh, vrij snel minder. En eigenlijk omdat ik zulke lange dagen maakte uh, op kantoor, veel binnen zat, veel stil zat, uh, twee schermen voor mijn neus, het zit op mijn hoofd, uh, merkte ik dat ik gewoon het plezier verloren om te sporten en sport is altijd een van de grootste leidraad geweest in mijn leven. Ja, dus uh, dat deed je al wel. Ja, dat deed ik wel. Ik, ja. heb, ik heb vanaf echt vanaf kleinste, kom echt uit sportsfamilie. Mijn vader best wel prima niveau voetbal Moeder heel hoog in de paardensport. En dat was, zat er gewoon in. Dus er was gewoon standaard van klein zijn was gewoon vijf, zes dagen de week sporten, iets. En de, ik verloor gewoon echt de plezier, plezier daarin. Dus toen dacht ik, nou, dat, dat klopt iets niet. Daar gaat iets mis. Ja. En wat was dat moment? Had je, was dat moment ineens toen je wakker werd of is dat langzaam zo gegaan? Mijn huidige kampioen, Jeroen, dat is mijn, een van mijn beste vrienden sinds dat ik echt heel klein ben. We kennen elkaar bijna 25 jaar. En hij was toen net klaar met de sporthoogschool, Dus hij had vooral heel veel kennis over leef, beweging, over sporten. En ik deelde dat gewoon met hem: van joh, ik merk gewoon dat ik gewoon geen zin meer heb om te trainen. Gewoon geen zin meer naar de sportschool te gaan, geen zin om te voetballen, over iets anders te doen. Ik zei, ja, dat snap ik wel. Als jij heel de dag binnen zit en uh, bijna niet beweegt, ja, dan wordt dat ook minder. En dan ga je in het weekend ga je een beetje compenseren. Vrijdag uit, zaterdag uit. Ja. Uh, soms ook uh, niet slapen of heel weinig slapen. Dat helpt dan allemaal niet mee. En dan uh, moet je maandagochtend weer opnieuw beginnen. Ja, dan begrijp ik wel dat jij geen zin hebt om te sporten. Ja. Dus als we dat een beetje om gaan draaien, gaan kijken of dat je wel zin kan krijgen om te sporten. Uh, en toen begon eigenlijk een beetje een zoektocht parallel aan het verhaal dat ik uh, veel mensen die mij kennen, zullen mij kennen dat ik uh, eczeem ...had, uh, heel heftig. Uh, dat is natuurlijk hartstikke gekoppeld aan die leefstijl. En dat ik tegelijkertijd ging zoeken van... ...hoe kan ik dat oplossen? En tegelijkertijd ging kijken... ...hoe kan ik meer plezier krijgen in sport en gezond leven? En dat liep parallel in één keer heel snel... Uh, ...aan de start van ons bedrijf... ...en uh, aan de start van een uh, reis van mezelf. Want jij, jij had... Uh, eczeem En ja. ik, ik hoorde ook dat jij... eczeem echt in je gezicht ook had. Dus ja. je zag dat ook echt? Ja, goed ook wel. Ja? Ja. Werd je daar onzeker van? Ja... Ja, ik kan het niet echt mooi maken. Het is vooral, zeker toen we begonnen, uh, wij begonnen met het lesgeven in sportlessen. Mm -hmm. Dus ik had mezelf heel snel moeten tot personal trainer, een opleiding voor gedaan en gewoon bootcamp lessen gaan geven. Yeah. En dan sta je altijd voor een groep en dan doe je iets om mensen gezonder te maken. Maar mijn eigen visitekaartje was gewoon niet goed. Nee. Dus dat maakte je wel onzeker. En ook, ik snapte ook niet waarom dat het was. Dus ik begreep het niet. En ik ging mee in bepaalde trends in leefstijl. En ik dacht dat ik, dat ik daarmee het juiste deed. En het werd alleen maar erger, het werd alleen maar meer. En dan ga je wel heel erg aan jezelf twijfelen van is het dan dus de kennis die ik heb klopt dat überhaupt wel? Ja, want je bent veel naar de huisarts geweest of wat? Ja. wat, wat heb je daar tegen? Probeerde te doen? Ik denk dat ik uh, twintig huisartsen is dus niet om heel de reguliere geneeskunde meteen te bashen... maar twintig huisartsen gehad. Ik denk wel 50 salfjes medicijnen. Ja. En uh, niks werkte ook. Dus ik had een aantal dingen die dan heel even tijdelijk het, dat het heel even wegging, ja. maar dan kwam het daarna net zo hard weer terug. Ondanks dat ik wel bleef smeren. En er was eigenlijk niemand die tegen mij vertelde van joh, daar kan ook een oorzaak zitten. Dat je misschien jouw leefstijl gewoon niet on point is. Daar dacht je zelf nooit aan. Nee. Nee, Dus dat is heel grappig eigenlijk, hoe logisch het voor mij nu is. Hoe ja, onlogisch dat blijkbaar voor de rest is, dat niemand dat weet. Ja. En als het je niet verteld wordt, ja, ga jij maar zoeken dan in wat het wel zou kunnen zijn. Ja. En dat ben ik dus uiteindelijk wel gaan doen, omdat de pijn zo hoog was dat ik dacht, ja, ik moet hier gewoon vanaf. Ik kan niet voor groepen staan dat in leren over gezondheid dat ik zelf niet gezond ben. Ja. Dus toen heb ik gewoon gezegd, ik ga gewoon. Alles op alles, al in overal waar ik kan kijken, waar ik kan vinden. Ga ik zoeken, ga ik gewoon testen. En dan uh, ga je dingen overhoop gooien waarvan je altijd gedacht hebt dat ze gezond zijn. En dat is best taai. En ik deelde dat ook. En dan krijg je ook hele bijzondere reacties. Sommigen zijn heel enthousiast voor je, sommigen zijn niet enthousiast. En dat is een beetje mijn, uh, ja, mijn wandelpad geweest. Maar je zegt, je deelde dat met wie? Uh, ik begon het op Instagram te delen. Ja. Uh, eigenlijk pas, ben ik pas gaan delen toen het echt weg was en toen het ook weg bleef omdat ik heel vaak merk als je iets doet dat kan heel eventjes een hele positieve werking hebben. Mm -hmm. uh, dus stel je maakt een verandering in je eetpatroon. Klein voorbeeld: stel dat jij heel erg uh, veel uh, processed food eet nu en je gaat dat allemaal eruit gooien, maar je gaat het allemaal vervangen door een soort whole food. Maakt niet uit wat ja. voor soort whole food dat het is of het plantaardig is of dierlijk is, dan ga jij een hele positieve verandering merken aan je leven, want de troep gaat eruit en er komt ineens wat meer voedingsstoffen komen er binnen. Maar dat wil niet zeggen dat dat dan meteen de juiste keuze is voor de lange termijn. En als jij meteen vanaf het begin zegt, wow, ik heb veranderingen, dit is het, dit moet iedereen doen, en dat heel aan de hoge boom hangt, dan gaan mensen dat ook volgen. En dat is dan een beetje het verhaal, wie het hardst roept, die krijgt het meeste aandacht. En ik ja. dacht, ik wacht daarmee totdat ik zeker weet dat het is wat ik denk dat het is. En ik ben dat dan ook een aantal keer terug gaan testen. Dus bij mij waren het een aantal voedingsproducten die ik niet meer kon eten. En ik wilde dat zeker weten, dus ik haalde ze helemaal eruit en deed ik ze opnieuw erin en dan kwam het weer terug. Weer eruit, ging het weer weg, kwam het weer terug. Dus zo ben ik gaan testen, net zolang tot ik dacht: oké, okay, nu weet ik zeker wat het precies bij mij is. En dan ga ik dat delen. En dan ga ik dat vooral online delen en ook in trainingen uh, bij bedrijven. En wat was het? Wat hielp voor jou? Um, nou, ik, na het zien van de documentaire, de Game Changers, uh, ja. begon ik met veganistisch eten. Ik denk, zoals uh, half uh, zeker Sportief Nederland, die dacht: dat moeten we doen, want ja. dat is het beste voor je. Het was gewoon voor mij geen, geen slim idee. Dus ik had daarin een aantal producten die ik gewoon niet kan eten. Uh, wel meerdere producten, maar een aantal echt dat ik gewoon zwart wit kan zeggen als ik paprika eet, zit ik morgen onder de eczeem, 100 ja. uh, hetzelfde voor tomaat, hetzelfde voor aubergine. Ja, probeer daar maar eens achter te komen zonder dat je daar dus een aantal jaren mee bezig bent voordat je dat uh, kan testen en er gevonden hebt. Dat heet hebt. toch de nachtschadefamilie? Ja, nachtschadefamilie. Ja, heel goed, heel, goed, heel goed, Maar hoe komen ze aan die naam? Nachtschadefamilie. Um, ja, die groenten groeien van natuur in de schaduw. Ja. En dat is, dat is de reden dat ze die naam gekregen hebben van in de nacht, in het donker, ja. in de oh, schaduw. Ja. Dus ja. daar kan jij helemaal niet tegen. Nee. En is dat zo, geldt dat voor iedereen? Nee. Oké. Okay. Dus dat maakt het zo mooi. Ja. Dat maakt het ook zo verdraaid lastig. Ja. En dat is ook de reden, denk ik, dat de, de wereld van zo uiteenloopt. Is, het is niet voor niks dat je carnivoren aan de ene kant hebt en veganistisch aan de andere kant. Ze claimen allebei dat ze de waarheid hebben. Nou, vertel jij mij maar wie dat de waarheid heeft. Ze roepen allebei het allerhardste. Sommigen zien er van allebei de kanten super fit uit. Ja, wie heeft er gelijk? En waarom heeft die gelijk en waarom heeft die ander gelijk? Ja. Maar eigenlijk dus alleen door voeding of heb je ook andere dingen ja, alles. veranderd? Dus echt je hele leven veranderd eigenlijk? Alles. Ja. Hoe was dat dan voor jou in het begin? Want je leeft natuurlijk heel lang op een bepaalde manier. En op een gegeven moment, nou je bent er natuurlijk wel veel mee bezig, maar dan moet je dus alles omgooien. Dat is toch in het begin heel moeilijk? Omdat je toch in bepaalde patronen ook zit. Ja, ik, ik denk dat omdat mijn pijn zo hoog was, ja. dat, het, dat het heel makkelijk maakte. En ik was natuurlijk wel aan het bouwen aan een bedrijf wat in de gezondheid zat mm. en mijn compagnon ik hebben allebei zeg maar de helft van de interesses in de ene de helft heeft de interesse in de ene hoek van gezondheid en de andere helft in de andere kant dus mijn kant zit echt in voeding van hem vooral slaap beweging ademhaling en dan leerden we gewoon van elkaar en als ja. je dan gaat leren van elkaar dan gaat dat ineens super snel want dan leer je twee keer zo snel dan dat je het alleen zou doen uh, en ik heb gewoon gezegd ik ga gewoon vertrekken uit amsterdam ik ga gewoon ja. terug naar den bosch dat is waar ik vandaan kom uh, om daar meer rust te kunnen vinden. Dus ook minder afleiding te hebben. Uh, en als je minder afleiding hebt, dan kan je super snel stappen maken. Had jij die rust niet in Amsterdam? Ik denk het niet. Nee, het is gewoon heel veel afleiding. En dat is niet per se slecht. En ik heb nog steeds heel veel vrienden hier wonen. Uh, ik heb ook vrienden die een eigen kroeg hebben. Ja. Ja, daar, daar krijg je gewoon afleiding. Ja. Ik bedoel, als je elkaar dan wil zien, dan zie je elkaar natuurlijk makkelijk in de kroeg. Ja. En dat is wat je jarenlang gedaan hebt. Dus daar is geen goed of fout in, denk ik. Alleen dat werkte niet voor mij. Ja. Sta je ja. nu nog wel eens in de kroeg? Weinig, heel ja. weinig. <laughs> maar wel eens nog af en toe. Nee, meer uit eten gaan, vind oh, ik wel ja. echt. Ik hou gewoon echt heel erg van eten en ja. vooral van echt lekker eten. En ik hou ook wel echt van rode wijn. Vind ik echt ja. heel erg lekker. Dus uh, dan vooral uit eten gaan en de kroeg eigenlijk echt nooit. En ook niet meer uitgaan en zo in de clubs. Nee. Maar dat heb je nee. wel echt gedaan. De die, die hard. Echt al in. Ik denk dat ik ja. gewoon uh, zoveel uh, geleefd heb dat ik het ook niet meer hoef. Nee. <laughs> ik ben nu wel dertig. Hè. Dus ik kan het natuurlijk niet meer nu. Ja. Ja, ik ben nog 28. Ja, dan heb je nog twee jaar. <laughs> ik heb dan nog dus twee jaar. Spreek jij wel nee. als je dertig bent. Nee, ja, ik heb dat ook niet meer. Ik heb ook niet echt meer dat ik die behoefte heb. Nee. Ik heb vier jaar. Nou, zit, iemand zit hier te lachen. Waarom zit <laughs> jij daar te lachen? Ja. Waarom zit jij te lachen? Nee. <laughs> oh, nee. ik heb uh, ik heb dus nog nooit gedronken. Oh, wat goed. Maar ik, Ja, maar zonder alcohol dan kan je ook gewoon uitgaan hoor. Ja, ja, ja. denken heel veel mensen van niet, maar goed, ik heb dat dus altijd gedaan. Ik heb nooit alcohol gedronken. Wel drugs gebruikt. Ik heb ook zeker geen drugs gebruikt. Ja, Helemaal het, niks. Ja. Ik heb niet eens één sigaret gerookt. Ja, een... Heel veel respect. Heb jij wel eens drugs gebruikt? Ja. Ja, en wat gebruikt je dan? Ik heb alles wel gebruikt. Ja. Nou, ja, of alles. Er zit wel een grens aan aan het alles, maar wel heel veel. Ben dat, ik denk dat dat nu nog steeds wel mij typeert. Ik ben ook wel een beetje een man van extreme. Ja. Dat wil zeggen, als ik ergens voor ga, dan ben ik heel erg resultaatgericht en dan moet ik dat weten. En zo was het altijd. Ik wilde gewoon alles testen. Ik ben best wel open-minded, dus ik wilde gewoon dingen proberen. Ja, hetzelfde geldt voor drugs. Dan ben je 16, dan ga je naar een feestje. Ja, we gingen met de broers van uh, Al mijn vrienden op pad. Ja, dan konden we krijgen wat we willen, zeg maar. We zijn namelijk er toch wel volgens mij mee. En ja. ja, dan wandel je daar een beetje in, dan ga je naar festivals en ja, dan gebruik je gewoon... Van alles, ook omdat je bijna een beetje denkt dat het normaal is. Want iedereen doet het. Ja. Uh, in Amsterdam wel, ja. Ja, in Amsterdam wel. En ook eigenlijk overal. Ja. Moet ik zeggen dat dat wel normaal is. En ik ben uh, daarom ook heel blij, want ik denk dat drank daar ook wel een grote rol in speelt. De stap van drank naar, dan naar drugs gebruiken is gewoon heel erg klein. Uh, dat was in mijn geval in ieder geval vaak zo dat dat dan vaak aan elkaar gelinkt was. Uh, en ik ben heel blij dat ik dat uh, gelukkig heb omgekeerd. En dat ik daar gewoon uh, ook de behoefte totaal niet voel. Ja. En ook niet om uit te gaan en ook niet om afleiding te zoeken. Ik, heb gewoon, ik weet heel erg duidelijk wat ik wil nu. En dat heeft ook wel echt eventjes geduurd voordat ik besefte wat ik wil. Ja. Uh, maar ik weet heel duidelijk wat ik wil. En ik weet dat dat mij niet gaat helpen om te komen waar ik wil komen. Op een gegeven moment toen je merkte van oké, okay, dit werkt voor mij. Je was weg. Ja. Um, wat, wat gebeurde er toen en hoe leefde je? Hoe ik nu vooral leef. Ik probeer gewoon te zorgen dat mijn energie altijd wel stabiel is. Uh, ik train heel veel. Ik heb ook nu voor het eerst sportieve doelen die ik graag wil behalen. En daarvoor bouw ik wel mijn leven op een bepaalde manier in. Hoe vaak train je nu dan? Vijf dagen in de week. Dat heb ik wel ja. altijd op zich wel gedaan. Alleen nu wel met een... Ik train nu alleen nog maar crossfit. En ik heb altijd als doel gezet voor mezelf dat ik bij de top 150 van Nederland wil horen dit jaar. En dan volgend jaar top 100 en het jaar daarna top 50. Dus ik leef heel rustig door de week. Vooral veel met mezelf, met mijn vriendinnen, en met mijn hond. Dat wil zeggen, we kijken ook s'avonds geen tv. Dan is het tijd voor elkaar. Om gewoon te chillen ja. en gewoon met elkaar te zijn. Leven in het moment. Ik heb s ochtends een uurtje of twee opstart van mijn dag. Ik heb gewoon een hele de ochtend tot tien en lekker wandelen met de hond. Eh, ademen, mediteren, eh, heel veel lezen. Kan wel Hoe veel laat lezen. sta je dan op? Tussen kwart over zes en zeven uur. Oh ja, oh, nee, maar dat valt nog wel mee dan. Je hoort soms ook wel mensen die. Ik heb een tijdje geprobeerd voor een blauwe maandag. om om vijf uur op te staan. Hoe was nou, dat? Nou, kut. <laughs> dat was wel heftig. <laughs> nou ja, omdat je gewoon zo vroeg je bed in moet. Ja. Gewoon omdat je anders gewoon zo moe bent. Ja. Dus dan heb je ook eigenlijk die avond niet meer. Want ja, je moet gewoon echt heel vroeg. of in ieder geval, ik moet wel echt minimaal negen uur slaap hebben. Ja. Ook um, dat? Ik weet niet hoe lang jij slaapt, maar. Um, iets korter. Oh ja. Dus ik meestal, zeker nu in de winter lig ik wel voor tien uur in bed. Dan ja. word ik dus ergens tussen zes en zeven wakker. En in principe ga, ga ik nooit een wekker al, al jaren niet. Dat is ik bedoel, ook hoef lekker. het ook niet. Ja, ja maar ik hoef voor niemand ergens te zijn. Dus de eerste twee uur van mijn dag zijn ook leeg. Ja. Dus voor negen uur zal er nooit iets in mijn agenda staan. En dan hoef ik ook niet eerder op te staan. Dus dan, stel dat ik iets langer slaap nodig heb, dan gaat er ergens anders iets van mijn routine af. Dat is oké. Okay. En ik ben wel benieuwd, wat ontbijt jij dan? <laughs> Ik ontbijt nu wel echt altijd hetzelfde, of enigszins hetzelfde. Dat is altijd gebaseerd op rauwe zuivel. Dus gefermenteerde ja. rauwe zuivel. En dat is gewoon, ik denk in mijn zoektocht naar eczeem, Toen kwam ik op een gegeven moment ergens bij, via een onderzoek bij iets over rauwe zuivel. Dat wilde ik proberen, alleen het is illegaal in Nederland om dat te kopen. Behalve als je bij, direct bij de boer koopt, dan mag je rauwe melk kopen. En Waarom is dat illegaal dan? Euh, omdat de kans bestaat dat er bepaalde bacteriën in zitten die de mens ziek kunnen maken. Ja, hier kunnen we het heel lang over hebben. Daar heb ik wel een mening over, maar ik weet niet mm. dat het slim is om die hoek in te gaan. Uh, maar toen ging ik dus verder zoeken. Oké, okay, zijn er niet opties die wel legaal zijn? En toen kwam ik op een gegeven moment kwam ik bij een merk uit. Uh, is geen, niet ik, krijg niks, ik werk niet met hun samen, of zo, krijg je niks voor, maar ik kwam bij een merk uit dat het enige merk in Nederland is die gefermenteerde rauwe zuivel mag verkopen. En dat komt omdat de pH-waarde zo laag is, dus de zuurgraad zo sterk is, dat de bepaalde bacteriën waar ze bang voor zijn, die kunnen daar niet in groeien. Oh ja. Door het fermentatieproces krijg je heel veel andere gezonde bacteriën die erin uh, terugkomen. En dat heeft voor mij super mooie bijdrage geleverd aan mijn herstel voor eczeem. Uh, dus vooral een stukje darmherstel. En uh, ik dacht toen, ik vind het wel tof om te zien waar dat vandaan komt. Dus ik ben daar naartoe gegaan, ja. naar dat bedrijf. Daar gaan kijken. En ik sprak daar met de eigenaresse. En dat is een vrouw van, als ik moet schatten. Dit zat een beetje lullig als ik er nu naast zit. Maar laten we zeggen, rond de 60. Tien jaar jonger als het ja, oké, okay, rond de 60. laat we ja, het gewoon oh, okay, is oud, ja. ja, rond de 60. En ze is altijd verpleegkundige geweest en ze heeft natuurlijk heel veel zieke mensen gezien. En ze dacht, het moet gewoon anders. Ik moet iets gaan bedenken dat mensen gezonder kunnen worden. Ja. Dus alleen het nadeel is, zij mag geen reclame maken voor haar producten. Omdat het een beetje een grijs gebied is of haar producten legaal zijn, ja of nee. Ja. Reflex. Dus en. Uh, ik kwam daar dus alleen zij vraagt, vroeg wel zelf aan uh, mensen die haar producten gebruikten. Van joh, wat voor dingen merk je positief of negatief? Ja, ja ze had een, ik denk, een boekwerk van wel honderden bladzijden over mensen die genezen waren van acne, eczeem, PDS. Ja? Zomaar zeg je kon het ziektebeeld niet bedenken of het stond erin, bijna. Toen dacht ik: Wow, dat is echt mega interessant. Dus toen dacht ik: Ik ga dat gewoon standaard in mijn, in ieder geval in mijn eerste maaltijd. En als je merkt dat je daar gewoon goed op gaat, dan blijf je dat gewoon doen. En er zit dan fruit uit het seizoen. Dus ik eet altijd de rest met het seizoen mee. En na hoeveel tijd merkte jij dat het, uh, dat het beter werd, je huid? In het begin werd het heel veel erger. En ik denk dat dat vaak voor heel veel mensen heel erg moeilijk is. Mm -hmm. Op een moment namelijk dat jou, uh, in dit geval, ik denk dat de meeste huidklachten ontstaan vanuit de darmen. Dus in de darmen zit er iets niet goed. Dat heeft een beschermlaag. En iets in die beschermlaag is kapot of eerst beschadigd, laten we het zo zeggen. Nou, dat geeft problemen. Als dat gerepareerd wordt, iets wat gerepareerd moet worden of gebouwd moet worden, dan zijn er natuurlijk ook afvalstoffen. Dus stel dat je een huis gaat bouwen, het is niet zo dat je alleen maar mooie blokjes in elkaar zet ja. en dat het huis staat. Dan heb je ook afval wat vrijkomt, wat opgeruimd moet worden. Dus hetzelfde is bij je lichaam, als je darmen kapot zijn, die moeten gerepareerd worden. Dan komen daar bouwstenen bij te kijken om te zorgen dat het gebouwd wordt, maar er komen ook afvalstoffen vrij, die moeten ergens naar buiten. En de meest toegankelijke weg voor heel van dit soort afvalstoffen is via de huid. Dus vaak zie je dat in het herstelproces dat het eerst heel veel erger wordt. Ja. En dat het daarna in een keer wordt het langzaam minder. En dan voel je, tenminste, ja, daarna voelde ik dat ik op de juiste weg zat. Dat ik zag dat het minder werd en dat het zelfs langer wegbleef. Nu, omdat ik mijn le leven zo heb ingebouwd. Als ik nu iets verkeerds eet, kan het morgen raak zijn. Maar kan het ook twee dagen later beter zijn. Omdat ik het dan gewoon weer eruit haal. Ja. Zorg dat het niet binnenkomt. Het is wel in essentie als jij elke dag producten binnenkrijgt die jouw darmen nog steeds blijven irriteren. Ja, dat is zeg maar net of dat je een klein muurtje bouwt en iemand schopt het weer om mm -hmm. elke dag. Ja, dan kan je nooit de hele muur tot bovenaan het plafond bouwen. Ja. En ik denk dat dat voor heel veel mensen heel erg moeilijk is. En dat daar ook wel de grootste struggle ligt. Ja, en natuurlijk als mensen merken dat het erger wordt, dan stoppen de meeste mensen. Ja. Ook. Ja, dus dit is ook iets wat ik va vaak gebruik. Ik heb heel veel uh, in werk gedaan, vooral hierop gericht. Ja, gewoon wel eerlijk verteld. Ja, weet je, het kan gewoon echt wel de eerste paar weken echt heel erg zijn. Dan moet je of heel erg op mij vertrouwen dat het goed komt, ja. of niet bij mij zijn. Want het ja. kan gewoon gebeuren. Ja, ik ga het niet overliegen dat het niet gebeurt. Ik ga niet vertellen dat het over twee weken prachtig is. Want ja, het hoeft gewoon niet zo te zijn. Ja. Ja. Wat houdt zeg maar, echt orthomoleculair in? Wat is dat precies? Het is een heel lang woord, maar... Ja, het is een heel lang woord. Het komt van twee woorden. dus orto en ja. moleculair. Dus orto staat voor recht of juist. En moleculair komt van het woord moleculen. Dus eigenlijk de gedachtegang is door middel van leefstijl plus suppletie alle moleculen in het lichaam op een optimale manier te laten werken. Waardoor jij met energie, plezier en uh, vitaal door het leven kan wandelen. Ja. Dat is de gedachtegang. Dat is een hele mooie gedachtegang. Een um, gedachte die super erg bij mij past. Zeker toen ik heel erg zoekende was. Uh, dus het is anders dan waar regulier vaak gekeken wordt. Oké, okay, ja, het eczeme, dat is dit symptoom. En dat symptoom gaan we bestrijden om dat te remmen. Met bijvoorbeeld een zalfje, dus de zalfje die ik vaak kreeg. Waar automoleculair juist vaak het kijken: oké, okay, waar ligt de oorzaak van dit probleem? En dan gaan we die oorzaak, dat gaan we proberen te fixen. om uiteindelijk dat probleem wat je hebt, dat weg te kunnen halen. Ja. En dan voor een langere tijd. En dat vind ik een hele mooie gedachtegang. Ja, dus eigenlijk kijk jij naar de kern, wat er echt aan de hand is. Ja. En uh, jij zegt, de, gene de reguliere geneeskunde die, die kijkt meer naar symptomen en bestrijden dat? Ja, het zit natuurlijk altijd een nuance in. Ik denk ja. dat er ook heel veel artsen zijn die fantastisch werk leveren, sowieso acute geneeskunde. Ja, als ik mijn been breek, ben ik echt heel erg blij dat ik ja. naar een ziekenhuis kan en dat de reguliere arts mijn been oplapt. Ja. Alleen bij dit soort problemen denk ik, zeker gezien de groei in de afgelopen 40, 50 jaar, dan kan je niet ontkennen dat leefstijl daar geen invloed op heeft. Dus... In de afgelopen 50 jaar is er heel veel veranderd qua omgeving, qua stressoren, qua voedingswijze. Een hele andere manier van eten wordt er ineens gepredikt dan een miljoenen jaar gedaan is. En dan kan je niet ontkennen dat daar niet iets kan zitten wat eventueel de oplossing kan bieden. Ja. En dat is een beetje de botsing tussen reguliere en alternatieve geneeswijze. Ik zou het heel mooi vinden als dat op een gegeven moment samenkomt. En ik merk nu ook wel dat dat langzaam meer samen begint te komen. Dus er komen steeds meer vragen. Ook, ik spreek heel veel andere therapeuten of die in de holistische gezondheid zitten, die ook gewoon contact hebben met ziekenhuizen om samen te kijken van, joh, hoe kunnen we dit samen op een bepaalde manier doen? Ja, ja en dat is wel super tof. Als dat het gaat worden, de toekomst gaat worden, dan ja. denk ik echt wel dat heel veel mensen geholpen gaan worden. Want ik was uh, laatst naar de huisarts, want ik, uh, misschien een beetje een persoonlijk verhaal, maar goed. Uh, ik uh, kan dus heel vaak niet naar de wc. Ik heb heel veel last van obstipatie. Ja. En uh, dus ik ging naar de huisarts voor de weet ik veel honderdste keer. En um, toen zei die geest: van ja, nou ja, dan is eigenlijk wel um, de oplossing om van die zakjes te slikken van die, uh, van die laxeermiddelen. Oh, een laxeermiddel. okay, ja. nee. En uh, nou, toen heb ik op een gegeven moment gewoon onderzoek gedaan in het, uh, in het ziekenhuis. Nou, iets van een echo gemaakt of een scan of zo. En toen was de conclusie: je hebt chronische obstipatie, Je moet je leven lang moet je laxeermiddelen gaan slikken, elke dag. En als het niet werkt, dan moet je het opvoeren. Dus dan moet je geen acht zakjes per dag gaan doen. Wow. Nou, ik viel van mijn stoel. Ik dacht echt dat je dit kan zeggen. Dat je en wat zei je? Nou ja, ik zei ja, dat ga ik natuurlijk niet doen. Nee. En ik, toen vroeg ik van, heeft u wel, eens, u heeft nog geen enkele gevraagd hoe mijn voeding is, ja. wat mijn levensstijl is, of ik veel beweeg, weet je wel? Ja. Hoe kan dat dan? Ja, ja nou, nee, dat daar lag het allemaal niet aan. En, uh, ja, en dat zijn wel van die dingen dat ik denk, ja, dat is zo jammer dat 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 nog vaak, um, ja, dat er nog niet wordt gekeken naar levensstijl en naar voeding. Ja, kijk, als je het niet leert, dan weet je het ook niet. Ja. Dus het is hetzelfde ja. als dat ik natuurlijk... Ik had geen idee dat leefstijl van invloed was op een ja. of twee Omdat ik het ook niet had geleerd. Dus eigenlijk kan je een arts bijna niet kwalijk nemen. Nee. Want die leert het niet in de maar het opleiding. Maar hij begint natuurlijk bij de opleiding. Ja. Dus eigenlijk zou dat natuurlijk veranderd moeten worden. Dat zou stap één moeten zijn. Ja. Ja, en voor uh, dit soort klachten, dan zou ik... Het is niet per se een advies, maar ik zou nou een alternatieve kant van geneeswijze gaan, ja. omdat dit ja, in de praktijk gewoon dagelijks bewezen wordt dat dat op een alternatieve manier op te lossen is ja. Ja, en dat is heel erg vervelend en het zou mooi zijn als je dan dus een huisarts hebt die zegt, weet je wat, ik ken wel iemand, die zit bij mij om de hoek, die gaat jou helpen met de observatie om dat te laten verdwijnen met leeftijd. Ja. Ja. Ik... Jij um, hebt een bedrijf opgezet dat heet WerkAtleet ja. en dat is ontstaan omdat jij vindt dat um, eigenlijk werken eigenlijk een soort van topsport is, ja. hoe, hoe zie jij dat? Um, als je gaat kijken wat er van de gemiddelde werknemer wordt gevraagd. En mooi in Amsterdam denk ik dat het helemaal extreem kan zijn. Ja. Uh, We doen best wel wat werk op de Zuidas ook. Daar ja, wordt gewoon zoveel van je gevraagd. Je moet stressbestendig zijn, je moet op het hoogste niveau presteren. Lange uren of lange dagen maken. Um, als jij die Champions League wil blijven spelen, op dat allerhoogste niveau wil werken, waar dat je voor betaald krijgt. Bedoel, je krijgt een hoop geld, dan moet je ook presteren. Ja. En als je dan niet de dag aanpakt zoals een atleet dat doet, dat betekent de juiste voeding eten, voldoende slapen, hard trainen, veel bewegen, veel ontspannen, eh, stressbestendig worden. Het zijn allemaal facetten die we in het werkleven zien we die niet terug. Maar we vragen wel aan de werknemer om hetzelfde te presteren als die topatleet. Ja. Want daar krijg je voor betaald. Uiteindelijk. En als je niet presteert dan vlieg je eruit. Ja. Wat wij heel interessant vinden is oké, okay, wat, wat kan je leren van een atleet wat hij doet. Om dat op een hele makkelijke manier in je dag in te bouwen. Dat kan alleen maar als je de dag op een bepaalde manier aanvliegt. Anders, zoals je nu ziet in de praktijk, ja, de stress en burn-out-suivels reizen de pan ja, uit. Het is niet normaal. Ik hoor iedereen om mij heen nu. En echt ja. ook van mijn leeftijd, hè? dus jonge mensen. Ja, ja, nog onder jouw leeftijd zelfs. Ja. ja. Dus gaat gewoon terug, begint op de middelbare school nu al. Ik denk dat als je dingen gaat aannemen van een atleet, wat die doen, bijvoorbeeld in de. Wat wij heel veel gebruiken is: um, kijk naar een atleet voordat hij gaat beginnen aan de wedstrijd. Wat zal hij altijd doen? Rustige warm-up. Oh, Als je ja. geen warm ja. up doet, ja, dan kan je niet presteren ja. tijdens je wedstrijd en na een wedstrijd. Cooldown. Want anders raak je geblesseerd. Ja. Zeg maar, dat is heel common sense in de wereld van atleten. Waarom starten wij de dag niet op een rustige manier? Voordat we gaan knallen op het allerhoogste niveau. Waarom sluiten we de dag niet rustig af? Ja. Om onszelf ervoor te zorgen dat we niet geblesseerd raken. En een dag rustig opstarten... Is gewoon letterlijk tijd nemen voor jezelf. Daglicht zien, synchroniseren van het Circadiaanse ritme. Je, je letterlijk je biologische wat je klok. Ja, nou, Circadiaanse ritme? Circadiaans ritme. En wat is dat? Ieder mens heeft een interne biologische klok. Dat geregeld wordt door een centrale plek in het brein. Dat is eigenlijk een beetje het kernpunt. En die uh, biologische klok die regelt eigenlijk alle interne processen. Alleen als je kan kijken naar de geschiedenis van de mens, hebben wij. Uh, als ik met de mensen zoals we nu zijn, een jaar of 800.000 als jagers en verzamelaars geleefd, leeft wij letterlijk met dag en nacht. En dat chirurgisch ritme, die biologische klok, die is ja. afgestemd op dag en nacht. Dus zodra dat de zon opkomt, en de zon komt in principe elke dag op hier, zodra de zon opkomt en jouw brein detecteert, hé, hey, de dag begint, dan begint het energiesysteem te werken om ervoor te zorgen dat jij als jager en verzamelaar op zoek kan gaan naar eten. Het is dan als de zon opkomt, en jij blijft dan liggen, ja, dan mis je een deel van de tijd om ja. eten te vinden. Dat is natuurlijk zonde. De zon komt op, je brein synchroniseert daarmee, nou, het energiesysteem gaat starten, spijsysteem gaat starten. Uiteindelijk ga je daarna ook jagen en eten en daarna neem je rust. Nou, als je gaat kijken in de huidige tijd, er zijn heel veel mensen die heel erg gehaast hun dag beginnen. Er zit geen rust in, er zit geen synchronisatiemoment met daglicht in. Uh, heel de dag blijven we binnen, zitten we onder supervelle kunstlampen. Nou, dat is, uh, ja, ja, is, is, is helemaal goed. Ja. Dat uh, initieert eigenlijk dat het twee uur middags is heel de dag. Ja. Of uh, één uur middags, twee uur middags. Nou, dan moet je brein en jouw lichaam daar heel de dag op, op anticiperen dat het dat moment van de dag is. Ja. Nou, s'avonds doen we de lamp uit. Tijd om te slapen. Goh, waarom val ik niet te slaap? Ja, omdat mijn brein geen idee heeft dat het s'avonds is, dat het tijd is om te slapen. Ja. Omdat je heel de dag binnen hebt gezeten en alleen maar in die felle licht hebt zitten kijken. Ja, dat werkt niet. Dat is gewoon een mismatch. Heb jij tips daarin wat, wat wel werkt? Stap 1 <tie> is gewoon daglicht, de more the better. Uh, zeker s ochtends vroeg. In de essentie denk ik gewoon dat het heel slim is om heel veel te kijken naar wat deed de mens vroeger. Dus hoe leefden wij vroeger? Ja. Op welke manier? Nou, met dag en nacht. Oké, okay, ik moet gewoon zorgen dat mijn brein zo vaak mogelijk kan het synchroniseren met daglicht. Zodat mijn brein begrijpt waar op de dag dat het zich bevindt. En als je brein begrijpt, hey, het is nu vier uur middags, hey, het is nu 6 uur s avonds, hey, het is nu 8 uur s avonds, hey, dan kan ik mezelf voorbereiden op hetgene wat ik straks moet gaan doen: dat is slapen. Dat is herstellen tijdens de nacht en de dag daarna begint het weer opnieuw. Dus ja, heel vaak kijken we naar eh, meer sporten, naar eh, andere manier eten. Maar als jij niet gesynchroniseerd bent met dag en nacht, ja, dan kan je eten wat je wil, maar er gebeurt er gewoon niet zoveel mee. Want dan begrijpt jouw lichaam totaal niet wat er gebeurt. Dus dan stap één is altijd zorgen dat je meer daglicht ziet. Sowieso voordat je iets van artificial blue light ziet. Dus iets van kunst, blauw licht uit je telefoon of uit ja. je schermen. Ja, die tijd in de winter is best wel kort dat ja. mensen moeten gaan werken. Of niet, ja, is dan het werk wat we doen tijdens de wintermaanden is dat wel oké okay voor ons menselijk lichaam. Ja, want zoveel mensen die gaan, uh, die staan op in het donker en die, die ja, rijden naar hun werk. Den. Ja. En die, die komen in een kantoor waar amper de daglicht is. Ja. En die lopen het kantoor uit en het is al donker. Ja. Wat, heb je, wat zou je die mensen mee willen geven? Stop ja, met je werk. Nou ja, stop met je werk is één. Daarbij, als mensen nachtdienst draaien, dan zeg ik dat ook gewoon. Dan ja. bekijken we wel eens vragen van kunnen jullie die mensen helpen? Ja, nee, sorry. Dat is heel lullig, maar dat is gewoon, het staat zo tegen de natuur in. Ja. Dat kan je, je kan dat niet fixen. Dat is niet te repareren. Zodra je ziet dat de zon opkomt, dan moet je naar buiten. The sooner the better. En dan gewoon zo dat het zonlicht binnen kan komen in je ogen. Dus dat wil ook zeggen, geen zonnebril opzetten. Kijk, een zonnebril. Ja, laat zien aan jouw brein dat het avond is. Ja, ja als het avond is, ja, dan moet ik processen gaan starten dat ik moet gaan slapen. Ja, als jij ochtends om negen uh, uur buiten staat in het zonnetje met je zonnebril op... dan denkt jouw brein dat het avond is. Complete mismatch met wat moeder natuurlijk al bedacht heeft. Dus bij al dit soort dingen, kijk of dat je zo vaak mogelijk naar buiten kan gaan. En gewoon de more the better in het leven, hoe dat het past voor jou op dit moment... Wetende dat hoe meer dat je doet, hoe beter dat je jezelf gaat voelen. Ja. Uiteindelijk is dat wat heel veel mensen nu herkennen. Nu is het uh, zeker in de mos geen de zon vanochtend. Het is prachtig weer. Je ziet gewoon dat mensen meer naar buiten gaan en mensen zitten gewoon lekker in hun vel. Precies. Ja, want ik uh, las op jouw Instagram dat jij uh, geen zonnebrand gebruikt. Nee. Vertel. Um, ik denk dat het niet nodig is. En ook hierin. Ik relateer heel veel dingen terug aan de tijd van de jagers en verzamelaars. Mm -hmm. Wij zijn gewoon ver verwijderd van de natuur. Uh, ik kan me niet voorstellen dat er vroeger überhaupt huidkanker was. En als je ziet, die cijfers die lopen elk jaar op. Er wordt elk ja. jaar meer zonnebrandcreme gebruikt. En de cijfers lopen meer en meer op. In plaats van dat we meer naar buiten gaan, onze huid rustig laten wennen, voedingsstoffen die eten, die onze huid ondersteunt, gaan we heel veel. Ja, heel veel zonnebrandcreme zit gewoon vol met. Stoffen die geclassificeerd zijn als een bepaalde kankerverwekkende stof. Dus dan heb je gewoon een groep aan stoffen die in kankerverwekkende groep stoffen zit. Die vind je heel veel terug in verschillende zonnebrandcrème merken. Ik ben niet per se anti-zonnebrandcrème als jij het nodig hebt. Alleen wel ja. anti die merken waar dat die stoffen in zitten. Ja. Om, om zijn uit... er merken die dat niet hebben? Ja, alleen ik weet niet of ik dat kan delen. Want dan lijkt het alsof ik reclame aan het maken ben. Maar je hebt wel heel veel merken ja. die dat wel hebben. En die dus alle schadelijke stoffen eruit gehaald hebben. En alleen maar een aantal werkzame stoffen. Om dus te zorgen dat de huid wat minder snel verbrandt. Om dat te kunnen gebruiken op de tijden dat het moet. Heel eerlijk denk ik dat voor de meeste mensen. En dat is wat we noemen een stukje zonnetraining. Dat het voor de meeste mensen niet nodig is. Als jij vanaf nu. Dus nu. Ja, de zon scheen de afgelopen dagen heel erg mooi in ieder geval het zuiden. Ja. Uh, dat je nu begint met je huid bloot te stellen aan de zon. Zodat je huid. Het beschermingsmechanisme in de huid zichzelf kan versterken. Dat je voedingsstoffen eet die dat ook kunnen ondersteunen. Dus jouw huid kan zichzelf sterker maken, meer weerbaar. Dat, zeg maar de, het idee van een ten is om je huid meer beschermd te maken tegen eventuele verbranding van de zon. Ja, de verbranding ja, word je, wil je bruiner. Te alle tijden voorkomen. Verbranden is ongezond, is waarschijnlijk net zo kankerverwekkend als eh, al die chemicaliën die in de slechte zonnebrandcreme zitten. Dus je wilt nu beginnen met het rustig opbouwen. En als je daar nu mee begint, dan heb je zeg maar tegen de zomer aan heb je een ten. Ja, in de zomer brandt de zon, is het 12 uur s middags, ja, dan moet je er gewoon niet in gaan. je weet dan, je kan de klok op gelijk zetten als je er dan in gaat, ook al meegetent, dan verbrand je gewoon. Dus wat doe je in de zomer? Pak je de ochtendzon en de avondzon, de momenten dat de UV-straling veel lager is en dat je de kans op verbranden dat die veel kleiner is. Ja, en in die overige uren ga je gewoon uit de zon. Als ik op vakantie ga, lig ik heel dag in de schaduw. Ja, ik kom echt pikzwart terug. Ja. Ja, dat is gewoon uh, een, manier, een andere manier van kijken en een andere manier van aanvliegen. En dan heb ik geen zonnebrandcrème nodig. Dus jij linkt eigenlijk zonnebrand aan huidkanker. Zoveel mensen gebruiken juist zonnebrand om maar, niet, om maar geen huidkanker te krijgen, ja. zeggen ze. Ja. En dat is nog steeds. Ik zie nog steeds in de zomers van in Nederland iedereen ja. smeren. Ik denk dat het twee kanten op werkt. Dus. Enerzijds, als je verbrandt door de zon, dan is de kans op huidkanker is gewoon groot. Ja. Dus verbranden door de zon is te allen tijden gewoon geen goed idee. Ja. Dat moet je vermijden. Alleen de stoffen die we vinden in die zonnebrandcrems, en Johnson Johnson heeft twee jaar geleden een hele beetje teruggeroepen. omdat er gewoon een aantal stoffen in zaten die gewoon bekend staan als kankerverwekkend. Ja, ja dan kan je mij niet vertellen dat dat een juiste oplossing is. Mensen dragen heel door een zonnebril. Ja, als je een zonnebril draagt, dan denkt jouw brein dat het avond is. Ja, werkt een beschermingsmechanisme tegen een felle zon... als jouw brein denkt dat het avond is? Ja. Ik denk het niet. Dus dit soort dingen, dit wordt in mijn ogen veel te weinig gecommuniceerd. Dus nogmaals, het is niet zo dat ik anti ben... maar ik denk wel dat het anders kan. En ik denk in ieder geval dat het zonder die stoffen kan. Maar moet je nagaan, want sommige mensen die dit bijvoorbeeld kijken... die horen dit voor het eerst. Ja. En die denken, hm? maar ja. er is mij altijd heel iets anders verteld. Ja. En ik denk dat dat ook wel tijd kost, natuurlijk... Ja. Ja, heel veel tijd. En er zijn ook heel veel mensen hartstikke boos op mij... dat ik dit soort dingen zeg. Ja. En dat is oké. Okay. Ik begrijp dat ook, dat je daar boos om kan worden. Zeker als jij zelf ofwel je problemen mee hebt gehad... of iemand kent die je problemen mee heeft gehad. Dan snap ik dat je eerste reactie is dat je boos wordt. Alleen als je er zelf heel lang over na gaat denken... en het zelf gaat testen op deze manier... dan denk ik dat je tot een andere conclusie komt. Ja. ja. En ga dan niet in zijn DM lopen zitten. Hè? Nee, dat nou, <laughs> En allemaal boze berichten ja. sturen. Ja, je, je ziet wel dat heel veel jongeren burn-out hebben of niet lekker in hun vel zitten ja. niet gezond zijn allemaal klachten hebben nu al um, ja. wat ja die weten vaak ook niet waar moet ik beginnen want ik, ik zou ze weten misschien wel ze moeten zoveel veranderen maar waar begin je ja daglicht is gelukkig ook in amsterdam ook in de binnenstad ja dus daglicht is wel stap 1 ik denk een stukje compenseren dus uh, Waar dat heel veel mensen compenseren door vrijdag zaterdag naar de kroeg te gaan, mm -hmm. zou ik zeggen, kijk of dat je in het weekend kan compenseren door wat meer tijd in de natuur te spenderen. Dan juist echt af. Te, de enige manier om echt af te schakelen is te zorgen dat er geen nieuwe prikkels binnenkomen. Ja. Zolang dat er nieuwe prikkels binnenkomen, heb je gewoon geen enkele kans om af te schakelen. Dus in de weekenden naar de natuur of naar het strand. En dan voel gewoon wat er met je gebeurt. En je voelt waarschijnlijk zelf, zodra dat je uit het strand oploopt, je schoenen uittrekt, ja, dan voel je gewoon in één keer een interne rust. Dat er gewoon dingen weer terug in balans gebracht worden in het lichaam. Ja. En dat zijn toegankelijke uh, aspecten. Ik denk uh, ademhaling speelt hier een hele grote rol in. Stel dat je super druk bent uh, heel erg aangejaagd bent, dan staat jouw lichaam in een bepaalde staat van zijn. Dus noem het heel even simpel gezegd: de actiestand. Uh, sympathicus. En in die actiestand is jouw lichaam zich eigenlijk vooraan bereiden op een gevecht. Dus heel even terugdenken aan die jagerverzamelaar. Nou, die heeft op 800.000 jaar buiten geleefd. Nou, als je dan tegen een. Noemen we het een leeuw aanliep, dan moest je lichaam zich in één keer klaarmaken om te kunnen vechten of ja. kunnen vluchten. Daar komt een stukje fight of flight ook vandaan. Eh, als, jou, als jij heel de dag in die stressstand staat, in die actstand en er komen alleen maar prikkels en prikkels en prikkels binnen. Iets wat je dan kan herkennen, is dat je vaak door je mond gaat ademen en hoog in de borst. Dus mondademhaling, hoog in de borst, is voor het lichaam automatisch een teken. Dat dreigt gevaar. Neusademaling richting de buik draait het juist helemaal om. Dat is automatisch een teken voor het lichaam. Hey, het is rustig, het is veilig, er kan niks gebeuren. Dat is eigenlijk het enige systeem in het, ja dit heet het autonome zenuwstelsel, dit systeem. Het enige systeem in het autonome zenuwstelsel dat je zelf kan controleren en kan aansturen. Ja. Dus stel dat jij zocht voor wakker wordt en je merkt dat je ja, zo aan het ademen bent. Hoog in je borst, door je mond. Okay, kijk eens of je een paar minuten stil kan zitten. Stil zitten op je stoel, probeer even je ogen te sluiten. Kijk eens of dat je via je neus naar beneden kan ademen. En Dat kan één minuut zijn, dat kan twee minuten zijn, dat kan drie minuten zijn. Hoeveel tijd dat je ook hebt. Ja. één minuut is al meer dan niks. Ja. Dus één minuut is al winst. En dit is ook een stuk. Stel dat jouw lichaam in die actiestand staat. en je bent bezig met overleven. Dus vanuit de natuur is het bezig met overleven. dan worden een aantal uh, processen in het lichaam worden onderdrukt. Dus je kan bijvoorbeeld denken aan de spijsvertering. die werkt niet op het moment dat jij in die actiestand staat. want je bent bezig met overleven. Ja, spijsvertering, super zwaar proces. er moet allemaal energie naartoe. En ja, die energie kan je beter gebruiken om weg te rennen of om te knokken. Ja. Dus de darmen worden op pauze gezet, de maag wordt op pauze gezet, de mond wordt superdroog. Misschien herken je dat als je heel zenuwachtig wordt. Ja, dat is een actiestand. Dat is voorbereiding van het lichaam op een gevecht. Ja. Nou, in die staat van zijn werkt de spijsvertering ook niet. Nou, wat je ziet bij een burn-out is altijd één op één klachten in de spijsvertering en klachten mentaal. Oké, okay, laten we dan eens kijken of we in ieder geval die spijsvertering wat beter kunnen laten lopen. Door dus voor het eten één minuutje te zitten, neusademhaling richting de buik... om het lichaam wel wat rustiger te maken, zodat het ook voedingsstoffen kan opnemen die je uiteindelijk weer nodig hebt om stressreacties makkelijker te kunnen remmen of ja, de, de belastbaarheid gewoon wat te verhogen. Heb jij uh, een voorbeeld van iemand die jij hebt geholpen, die echt zeg maar van ver kwam uh, en die nou nu eigenlijk wel helemaal genezen is? Was een uh, oud korpscommando. Uh, ja. Dus echt wel iemand die echt uh, ja, toen hij binnenkwam lopen, ik voelde me een klein beetje echt een jongetje. Want toen ja. kwam zeg maar echt iemand binnenlopen. Hij had heel veel fysieke klachten. En uh, hij had eigenlijk een beetje de hoop opgegeven, omdat hij had al zoveel specialisten gezien. Uh, en het eetpatroon patroon vooral op wat ja, de trend eigenlijk aangaf dat gezond was. En dat herkende ik dus heel erg. Als je meegaat in wat de trend zegt dat gezond is, dan kan je verder in de problemen komen. Ja. En hij had heel veel trauma's opgeslagen in het lichaam. Heel veel, ja, ik weet niet wat hij allemaal heeft meegemaakt, heeft hij ook niet verteld, heb ik ook niet naar gevraagd. Omdat ik dat niet mijn pakje aan vond. Gewoon daarmee te gaan kijken: oké, okay, trauma's die worden opgeslagen op een bepaalde plekken in het lichaam. Mm -hmm. Gaan we gewoon allemaal hele kleine stapjes, heel voorzichtig, gaan we kijken of dat we daar wat mee kunnen werken. zonder dat ik het heel erg ga aantikken. Bij, zeker bij dit soort gevallen: dit was bijna een geval dat het boven mijn pet werken zou zijn. Uh, maar hij wilde heel graag gewoon met mij aan de slag. Hij zei: vertrouwde wel op, doen we doen kleine stapjes. En ging ik juist kijken, nog niet eens naar eten, maar naar dingen die. Uh, de plekken waar trauma kunnen worden opgeslagen in het lichaam, om die wat meer rust te geven. Maar wat is dat bijvoorbeeld? Ja, je hebt vormen van yoga, bijvoorbeeld yin yoga. Dan ja. zit je wat langer in een bepaalde houding. Dat is ja. iets wat ik zelf heel veel doe. Eigenlijk meer voor mijn spieren tot rust te brengen en mijn mobiliteit te verbeteren. Maar dat is een vorm, daar kan je in het bindweefsel gaan werken, om dat meer te laten ontspannen. En trauma's kunnen worden opgeslagen in het bindweefsel. Dus om mm. dat dan meer ruimte te geven, gingen we daarmee aan de slag. Ja. Eh, met de ademhaling aan de slag. Eh, uiteindelijk ook wel met eten aan de slag, want zijn eetpatroon was gewoon echt heel erg Kut? Ja. Wat had hij dan? Gewoon McDonald's? Echt letterlijk de trend. Dus het uh, vlees is ongezond, dus je moet het vervangen met vleesvervangers. Oh ja. uh, melk is ongezond, dus je moet het vervangen met plantaardig melk. Uh, gewoon een heel ja, heel dat riedeltje had hij een heel netjes afgevinkt voor zichzelf. Alleen hij hielp zichzelf daarmee meer problemen. Dus deed alle bewerkte voeding eruit alleen maar terug naar producten van moeder natuur. Uh, daar zaten in zijn geval best wel veel dierlijke producten. kwamen daarin terug. Mm -hmm. Alleen maar uit Nederland, alleen maar lokaal, alleen maar grasgevoerd. En hij heb me maar na drie maanden. Hij zegt: Ik weet niet wat er gebeurd is, maar dit is bizar. Het is echt bizar. Ja? Hij zegt: Ik ken mezelf gewoon niet meer terug. Dus hij, want hij kon niet meer sporten ook. Dus hij was kopse uh, tien jaar lang geweest. Kon niet meer sporten. Maar wat waren zijn klachten dan precies lichamelijk? Ja, altijd moe. Niet meer kunnen werken, niet meer kunnen sporten. Eigenlijk niet eens meer zin hebben om te wandelen. Geen zin om met zijn kinderen te spelen. Eigenlijk liever dat de kinderen er niet waren. Omdat het gewoon alleen maar drukte was. Kon hij niet aan. Ja, dan zit je wel goed in de panarie, zeg maar, om het zo te zeggen. Na drie maanden appte hij dat hij weer was begonnen met trainen. Weer was begonnen met sporten, dat hij weer kon met zijn kinderen spelen. Ja, weet je. dan breekt bijna iets in je dat je denkt: oh shit, dit hebben wij gewoon samen gefixt. En dat is gewoon leefstijl. Ja. En dat is, er zitten nog steeds heel veel trauma's die echt niet door mij geholpen gaan worden. Waar nee, die dus echt jij bent met geen andere Psycholoog mensen. en uh, ik ben geen psycholoog en nee. ik doe ook absoluut niet alsof ik een psycholoog ben. Nee. En, maar ik heb daar wel een zetje in kunnen geven om het meer ruimte te kunnen geven met leefstijl. Ja. En dat is wel iets wat me altijd heel erg bij zal blijven. Het is gewoon, ik zie mezelf gewoon zitten toen hij binnenkwam echt als broekie. Dat ik dacht, shit, kan ik dit wel? En ik heb het wel gedaan. Wat goed, zeg. Ja, nou, door dat soort verhalen, dan krijg je ook wel motivatie van uh, ja. dit werkt echt. Ja. Um, Jij hebt een vriendin, toch? Ja. Elk al lang, hè? Ja. Dus zij heeft dat hele proces wel van jou meegemaakt, toch? Ja. Is zij uh, ook veranderd qua leefstijl? <laughs> um, het is wel grappig. Wij, het is niet dat wij een identieke leefstijl hebben. Okay. Zij vindt het wel leuk om erover af en toe uit te gaan, bijvoorbeeld. Ja. En okay. ja. dat is oké. Het is helemaal haar vrije keuze. Uh, eet is wise. Um, zij eet, ik kook in principe altijd, dus ze eet eigenlijk gewoon wat ik kook. We genieten gewoon allebei wel heel van rust. Uh, dat wil zeggen gewoon avonden zeg maar, zonder tv en gewoon ja. met elkaar zijn. Uh, we hebben één hele grote gemeenschappelijke hobby en dat is eten. Ja, en dat, uh, dat, werkt <laughs> ja dat is goed. Dus ja. technisch doet zij heel veel de eigen ding. Uh, ze pakt gewoon wat dingetjes van mij wat ze denkt dat bij haar past. Ja. Ook heel veel dingen niet en dat is echt oké. Okay. Dat soort heel veel mensen vaak van buitenaf denken dat, dat zij ook zo leeft zoals ik. Ja, dat is helemaal niet zo. Nee. Zij doet gewoon echt lekker haar eigen ding. Ze pakt wat ze wil pakken. Ja. Uh, is dat toevallig iets wat ik ook doe, dan is het cool. Is dat niet, dan is dat ook oké. Okay. Het lijkt me wel moeilijk als je bijvoorbeeld echt bijvoorbeeld tegenpolen bent op het gebied van gezondheid en levensstijl in een relatie. Als de een bijvoorbeeld volop alleen maar wil uitgaan en alleen maar elke dag met een McDonald's ja. op de bank zit en tot middernacht ja. tv loopt te kijken, weet je wel. Dat ja. lijkt me best moeilijk. Maar ja, dit is prima natuurlijk. Ja, dan, ik denk dat het dan geen optie was geweest. Nee, dus, dan uh, kan je toch uh, niet met nee. iemand. Uh, want jij leeft natuurlijk, in sommige ogen leef je heel extreem. Ja. Voor jouzelf waarschijnlijk helemaal niet. Nee. Maar er um, zullen waarschijnlijk veel mensen zeggen: Nou, van uh, wat een gedoe, allemaal. En heb je vaak van dat soort opmerkingen gekregen? Ja, wat heel grappig is. Wij, wij hebben het hier dus ook best wel vaak over. Is dat je een beetje in het begin, toen mijn, laten we zeggen, transitie ingezet werd. Ja. Dat er best wel gek naar gekeken wordt. Oh, daar heb je Joop weer met zijn. Ik noem het dat ik op blote voeten ging lopen. Ja. dat zoiets dat ik op blote voeten in het bos ging lopen. Het ja. is dat voor iets raars, weet je wel? Je weet gewoon dat mensen daar een beetje over praten. Alleen mooi is nu zeg maar vijf jaar later... sta ik op een bepaald punt, eh, ik zit hier met jou... en mensen vinden het keer heel erg interessant wat je doet. En gaan toch in één keer stiekem dingetjes gebruiken... of sturen af en toe een berichtje ja. van... Hey, mag ik iets vragen, hoe werkt dit en dit en dit? En dan zie je dat dat ineens heel erg de andere kant op gaat. Ja, over dit blote voeten, want jij had het net daarover... dat jij dus met blote voeten loopt door het bos. Ja. En waar is dat goed voor? Ook hier weer... Eigenlijk als je gaat kijken naar de afgelopen duizenden jaren dan liepen wij altijd op blote voeten. Ja. En daar zijn meerdere redenen voor, denk ik. Het is één omdat we natuurlijk geen schoenen hadden. Dat is even een reden dat we op blote voeten liepen. Anderzijds is als je gaat kijken uh, naar de aarde, dan is die op een bepaalde, bepaalde manier geladen met een bepaald soort energie. En als je gaat kijken in de huidige maatschappij, dan is de energie eigenlijk een andere kant. Dus noem het heel even simpel, de aarde is min. En wat wij opbouwen in ons lichaam is plus. En al die plusjes die worden opgebouwd door stressoren. En dat kan stress zijn door verkeerde voeding. Dat kan stress zijn door het werk wat je doet. Dat kan stress zijn door je hebt een relatieproblemen. Je hebt stress door een slechte relatie met je ouders. Je hebt stress door... Dat kan van alles zijn. Eh, doordat je heel veel, heel hard traint. Dat zijn ook stressoren. En die bouwen zich maar op in het lichaam. Waardoor het lichaam eigenlijk uit balans raakt. Er zijn ja. te veel plusjes en te weinig minnen waardoor dat de balans verstoord is. En het lichaam zoekt eigenlijk altijd naar balans. Die wil altijd terug in balans komen. Alleen dat kan het nu bijna niet meer. Nou, een vorm van terug in balans komen is bijvoorbeeld door het eten van de juiste voeding. Antioxidanten brengen die plusjes wat meer terug in balans. Dus de plusjes naar beneden, wat meer minnetjes erbij. Antioxidanten kan je halen uit voeding. Bijvoorbeeld verschillende fruitsoorten bevatten vaak veel antioxidanten. Maar dat kan je ook doen door op je blote voeten te lopen. Op het moment dat je met je blote voeten in contact staat met de aarde... De aarde is eigenlijk een onuitputbare bron van die minnetjes dus die trekt die plusjes gewoon naar beneden, plusjes gaan zeg maar de aarde in, minnetjes gaan het lichaam in, waardoor het lichaam weer in balans komt. En dit is dus niks zweverigs, dit nee. is wetenschappelijk bewezen. Ja, dus dit is gewoon, uh, en dat is ook wel grappig. Hier werd ik in het begin ook wel een keer aantal of een aantal keer voor, door de mangel gehaald. Klinkt een beetje overdreven, maar dat ik een kwakzalver was, dat zou niet kunnen. Maar als je gaat kijken op wetenschappelijke sites, zoals bijvoorbeeld PubMed of Scholar, kan je heel veel wetenschappelijk onderzoek vinden. Gewoon naar letterlijk grounding aarde ja. met je blote voet in contact. Ja, dat is bizar wat je dan vindt. Dan gaat het over hart- en vaatziekten, het gaat over het remmen van ontstekingen, het gaat over beter slapen, over alles. Dat ik denk, wow, dat is echt mega interessant. Want als je, als je nu iemand in het bos ziet lopen met blote voeten, of gewoon op straat, ja. Nou ja, dan denk je, nou, wat is dit voor een gek. Ja. Maar verwacht jij dat dit steeds meer normaler gaat worden? Als ik mijn following moet geloven, wel. Ja, maar dat is jouw, jouw following. Dat is een ja. beetje die bubbel waar ik in leef. Ja. Um, ik verwacht wel dat er wel een... Ik denk al dat die transitie al wel een beetje gaande is. Ja. Uh, sowieso dat gezonde leefstijl dat het best hoog op de agenda staat overal bij veel mensen. Ik denk dat de afgelopen 2,5 jaar daar zeker aan bijgedragen hebben. Dat mensen zich gewoon meer willen gaan ontwikkelen. Dat ze graag ook oud willen worden en lekker met hun kleinkinderen willen ja. kunnen spelen. En daar zijn dit soort dingen, zijn super makkelijke tools. Ik bedoel, makkelijker dan dit wordt het bijna niet. Je trekt je schoenen uit, je loopt met je blote voeten over zand. Stel dat je het bos in gaat en je komt niemand tegen, nee. dan is het ook helemaal niet zo spannend. Want je komt toch niemand tegen. Er gebeurt eigenlijk niks. Ja, en, en nou, het strand is een goede. Het strand is natuurlijk helemaal, want dan denken mensen, ja dat is normaal. Ja. En dat zijn hele makkelijke gezondheidshacks. Ja, je kan zelfs geaard slapen. En je hebt gewoon aardingslakens die ervoor zorgen dat jij tijdens de slapen kan aarden. Dat ziet niemand, dat weet niemand. Maar dan heb je wel de positieve effecten. En dat zijn ja. dingen die ik dan vertel. En daar gaan mensen mee aan de slag. En dan krijg ik berichtjes van mensen die dat gedaan hebben. En dat ze me bericht sturen. Ja, ik ben gewoon langzaam uit mijn depressie aan het komen. Omdat ik ga ja? ben gaan slapen. Wow. Ja, dan kunnen we zeggen dat het kwakzalvrij is. Uh, ondanks dat de wetenschap er wel gewoon achter staat. Maar dat is altijd. Wetenschap is altijd. Je hebt altijd positieve wetenschappen. En altijd negatieve kant van wetenschap. Ja. In dit soort dingen. Uh, dat toont vooral bij mij aan dat ik gewoon op het juiste pad zit. Met dit soort dingen. En nog mooier. Ja, het is gratis. En het is gewoon super makkelijk. Ja, makkelijker dan dit kan ik gezondheid niet maken, nee. samen met daglicht. Ja. Het is en, gewoon gratis. En toch doen heel veel mensen het niet en schijnt het op de een of andere manier moeilijk te zijn. Wat zijn van die kleine, makkelijke zoals dit, dagelijkse dingen wat mensen kunnen toepassen, wat niet moeilijk is of wat niet veel tijd kost? Minder eten, minder eetmomenten. Dus we kunnen het hebben over wat mensen wel moeten eten, maar minder eetmomenten kost in principe niks. Ja. Uh, dus hoe ik denk, hoe minder vaak tot op een bepaalde hoogte hoe minder vaak je eet, dat het vaak beter is voor de mensen, omdat je gewoon alle organen wat meer rust geeft. Ja. Uh, dat is toegankelijk. Um, ja, de, ik weet niet of dat dit echt toegankelijk is. Je avonden schermloos inrichten. En ik ik begrijp dat dit voor heel veel mensen heel erg moeilijk is, zeker als je verslaafd bent aan je favoriete Netflix-serie mm -hmm. om dat te doorbreken. Dat is wel lastig. Alleen als je daarin een afspraak kan maken met jezelf om dat twee uur voor het slapen gaan niet meer te doen. En ja. je vult dat in met dingen waar je iets aan hebt. Het lezen van een boek, meditatie, je yoga eh, liefdebedrijf met je geliefde. Eh, knuffelen, wandelen met je hond of überhaupt zelf gaan wandelen. Eh, het eten voorbereiden voor de dag daarna, de was opvouwen. Allemaal dingen om het tijdsbestek tussen laatste schermtijd en nachtrust te verlengen. Dat je gaat zien dat je beter gaat slapen. Dat zijn de beste gezondheidshacks met op je blote voeten lopen en veel daglicht pakken. Ja. En dat in theorie kost dat eigenlijk niks. Hoe wij nu leven, en dan heb ik het niet over jou, <laughs> euh, maar zeg maar de gemiddelde, gemiddelde ja, persoon. Wat denk jij hoe de toekomst zal zijn als die blijven doorleven, gewoon met veel fastfood eten, veel achter telefoons, tv, weinig daglicht, weinig beweging? Ja, dat is best treurig als ik daar zo over na ga denken. Ja? Um, ben ik denk ik best wel een optimist. Dus ik heb er nog steeds vertrouwen in dat dat wel goed gaat komen. Um, de realiteit laat wel gewoon zien dat de gezondheid dalende is. Ik bedoel, daar kunnen we het heel lang over hebben. Dat zijn echt knetterharde cijfers. Vanaf de 40 zitten gemiddeld mensen aan de medicijnen. En dat bouwt alleen maar op totdat ze ja, de pijp uit zijn, zeg maar. En ja. ja, dat komt je gezondheid niet ten goede. Je ziet ook dat steeds meer mensen te dik worden. Nou, dik zijn, los van een stukje bodyshaming, vind ik echt heel erg dat dat gebeurt. Is gewoon overwicht is niet gezond. Dat is, kan je alle onderzoeksboeken op nakijken. Dat geeft altijd gezondheidsproblemen. Mm -hmm. Los van het feit dat het mooi is of niet, dat is een aparte verhaal. Ja. Um, de mensen worden gewoon nog steeds dikker. En dat zorgt gewoon voor problemen. Hoe meer dat wij in onze telefoon duiken, hoe meer dat we voorovergehangen zitten. Dus met ons nek naar voren gehangen. Je ziet nu bij kindjes: zie je gewoon nekwervels gaan gewoon kom trekken. Waardoor dat ze meer naar voren gevallen zitten. Kaakzak naar voren, gaan ze slechter ademen. Nou, als je ziet, cijfers rondom astma schieten door het plafond zou dat dan misschien niet daarmee te maken kunnen hebben. Ook het stukje neusademhaling richting buik... als je voorover gaat hangen... dan kan je bijna niet met je neus richting je buik ademen. En dat helpen in de hand... door kinderen zo jong achter zo'n schermpje te zetten. Dus ik, wat vooral mijn intentie wel is... is dat mensen wel echt daarmee wakker te maken... met dat soort stukken. Dat moet veranderen. Wil je dat jouw kind zeg maar gezond ouder wordt... dan moet dat veranderen. En ik snap echt wel als je een heel vervelend kind hebt... dat het heel fijn is als hij zeg maar een uur lang stil is... als je hem zeg maar met zijn tablet op schoot kan zetten... Maar ja, het gaat wel echt heel veel van de natuur af als dat niet gaat veranderen. En ja. ik heb er wel echt wel positieve uh, zin ook om hier een rol in te gaan spelen. En ik verwacht ook wel dat dat gaat gebeuren. Omdat het niet voor niks is dat accounts zoals bijvoorbeeld de mijnen, zo hard groeien. Ja. En laten we wel wezen, het grootste deel van mijn following is vrouw. Ja? Ja, dat is gewoon, uh, 75% van is vrouw. Oh. Ook veel vrouwen met kindjes, met jonge kindjes. Oh, ja. En ook daar krijg ik veel vragen over, omdat jonge kindjes gewoon heel veel problemen hebben. Dus daarin... En hoe komt dat dan, denk je? Dat de kindjes zoveel problemen ja? hebben? Ja. Is uh, dat iets van deze tijd? Was ja. dat vroeger al zo? Ja, als je kijkt naar alle, alle cijfers, zowel mentale als fysieke klachtenbeelden, die schieten gewoon door het plafond. En dan heb je het over ADHD, ADD, uh, asma, hadden we het net heel even over. over. Ja, dat schiet gewoon door het plafond heen. En dat zijn gewoon leefstijlgerelateerde klachten. En dan kan je kijken, uh, de stap voordat een baby geboren is, is hoe leeft mama? Dus als de moeder niet een optimale leefstijl heeft... Dus voor haar zwangerschap? Ja. Tijdens de, haar zwangerschap? Voor en tijdens de zwangerschap. Kijk, als je tijdens je zwangerschap altijd onder stress staat... Ja. ja zit de klok er maar op gelijk dat dat kind geboren wordt... met een systeem dat non-stop in de actiestand staat. En dat de zichzelf. vader dan? De vader speelt daar ook een rol in. De moeder speelt natuurlijk een veel grotere rol in... omdat ja. die baby natuurlijk bij haar in het lichaam zit. Ja. Dus letterlijk een op een op verbonden is met elkaar. Absoluut dat de vader daar een rol in speelt. En wat je nu... Dat is wel een beetje een sidestap, maar als je nu gaat kijken dat heel veel vaders zijn heel veel weg. Ze spelen ja. ook niet meer echt een rol in de opvoeding. En ja, dan snap ik ook wel dat daar problemen in komen bij de opvoeding van kinderen. Ja. Um, dus ik denk dat het helemaal eigenlijk al vooraan begint, voordat je kinderen gaat krijgen. Kijk dan eens jezelf in de spiegel aan. Is mijn leefstijl on point om ervoor te zorgen dat het kindje vandaag daar geboren gaat worden, dat hij de kans heeft op een gezond leven? Ja, als dat niet is, dan dat jij als moeder zijn in een burn-out zit, je bent dan zwanger. Ja, dan wordt het wel echt een lastig verhaal. Want dan staat het kindje gewoon 2 al achter. Ja. Dat zijn gewoon cijfers. En dat is heel erg moeilijk. En ik denk vooral daar hoop ik dat echt een switch gaat plaatsvinden. Dat mensen dat ook zien. Um, en dat ook bijvoorbeeld gezondheidsklachten van kindjes. Bijvoorbeeld eczeem. Want dan krijg je heel veel vragen over eczeem. Gezondheidsklachten van een kindje dat borstvoeding krijgt. Ja, ontstaat gewoon vanuit het epitroom van de moeder. Ja, bizar. Dus ja. dan kan het zijn. De oplossing kan zijn. Nachtschadegroenten uit het epitroom van de moeder halen. En je ziet dat het kindje de eczeem verdwijnt. Ja. Ja, dat zijn uh, dingen, dan moeten we toch wel echt gaan zien dat dat gewoon een feit is. Ja, ja. En dat dat moet veranderen, willen we een gezonde generatie gaan krijgen straks. Ja. En ik verwacht dat de generatie die het wat slechter heeft, die gaat ervoor zorgen dat dat weer doorbroken wordt. Ja. Um, jij ziet dus wel dat vrouwen over het algemeen meer bezig zijn met gezondheid dan mannen. Ik weet niet of ik het zo zwart-wit kan zeggen. Ik zie bij mij online dat ik gewoon meer following heb van vrouwen. Dat is de enige conclusie die ik eigenlijk kan trekken. Ja. Um, ik denk dat het vaak wat langer duurt voordat mannen hier bewust mee aan de slag gaan. Dat het vaak iets, die laat het iets verder komen dan vrouwen, denk ik. Vrouwen zijn over het algemeen ook veel gevoeliger. Ja. Uh, zullen eerder signalen krijgen dat er iets niet goed zit. Maar mannen bouwt dat vaak veel langer op voordat het echt misgaat. Ja. Uh, het nadeel is ook dat er altijd het stigma is dat mannen niet mogen praten over dit soort dingen. Man mag je niet huilen, je mag niet, geen emoties voelen. Ja, als je gaat kijken ook daar in cijfers, er zijn, uh, als je gaat kijken naar de daklozen, er zijn bijna alleen maar mannen. Als je kijkt naar zelfmoordcijfers, uh, dat zijn grotendeels mannen. Omdat die alles opslaan en veel te ver laten komen. Vrouwen gaan daar veel eerder mee aan de slag. Ja, ja ik vind dat super mooi. Ik hoop alleen ook dat die mannen. Dat ook iets wat ik wel veel naar buiten probeer te brengen... is probeer daar wel echt over te praten als man. Als je wat voor problemen dan ook hebt. Ik ben gelukkig opgegroeid in een gezin waar ik moest praten over alles. Dus ik kwam er ook niet meer weg om dingen weg te stoppen. Het was gewoon, ga maar zitten, vertel maar. En je gaat niet weg voordat het verteld is. Ik ja. ben daar heel dankbaar voor, want dat is de reden dat ik het nu kan delen. Uh, maar ik hoop wel echt dat dat wat meer gaat gebeuren. Vooral voor mannen, dat ze wat eerder dat ze de signalen gaan zien en eerder aan slag gaan met zichzelf. Maar dat is ook wel moeilijk als je inderdaad bijvoorbeeld een, opleid, op, of een opleiding een uh, jeugd hebt gehad waarin je, nou ja, niet praten ja. thuis, waar, waar daar niet over gesproken wordt. Dan is dat heel moeilijk om dat ineens wel te gaan doen. Ja. Want je hebt dat helemaal niet geleerd. Ja, 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 dat is heel, ja ik, ik kan me bijna niet voorstellen hoe moeilijk dat, dat is. Mm. En ik hoop wel. Door heel voorzichtig veel zaadjes te planten. Uh, dat is mijn bijdrage hierin. Heel voorzichtig veel zaadjes te planten. Ja. Om dat gewoon langzaam wat op te wakken dat mensen dat dan meer gaan doen. Ik ben ook niet bang om mijn eigen emoties te tonen. Uh, ik heb best wel regelmatig dat ik online zit. Ik kan heel emotioneel worden van pianomuziek. Dat deed ik gewoon. En juist een beetje met de hoop dat als mannen het zien, dat ze denken, oké, okay, oh hij heeft dat ook. Ja. Dat is oké. Okay. Dat mag er ook gewoon zijn. Het ja. is oké. Okay. En ik vind het ook wel mooi als mensen en ook mannen kwetsbaar zijn. Ja. Maar ik zie tot nu toe, dat, maar dat is in mijn omgeving denk ik dat dat gewoon eerder vrouwen veel sneller vertellen over hun gevoelens ja. en uh, het ook wel vaker kwijt willen ja. uh, en dat mannen het gewoon wat vaker in hunzelf houden en en inderdaad ja, het is gewoon niet echt stoer of zo of ze willen het zelf oplossen. Zelf oplossen, ja, ook veel. Ja. Ik denk ook dat er een rol zit voor zowel vrienden als Eventueel partners of eventueel vriendinnen, uh, dat wij heel erg geneigd zijn om vooral zelf te zenden, yeah. en wat minder te vragen. Dus ik denk als we meer naartoe kunnen gaan dat we, Kijk, zenden is oké. Okay. Het is zeker oké okay om je emoties te delen. Maar het is ook zeker zo oké, okay, zeker als je in een vriendschappelijke relatie zit of eventueel een liefdevolle relatie zit, om ook wel vragen te stellen aan die ander om daarmee tot een kern van een probleem yeah. te kunnen komen. Kijk, als jij merkt aan je partner dat er iets aan de hand is, dan moet je gaan vragen. Dan moet je vragen stellen om tot het probleem te komen. En als je dat niet doet, dan moet je jezelf ook wel achter de oren krabben of dat, dat de juiste manier is. Ja. En je hebt hier heel veel. Uh, wat ik in een heel mooi boek vind, is uh, Socrates op Sneakers. Dat is een Nederlands boek. En het gaat eigenlijk alleen maar over de kunst van vragen stellen. Gewoon, ja. dit zijn echt skills die je kan leren. Ja, dat is magisch om ja. gewoon vragen te leren stellen. En dan kom je zeker als je een liefdevolle relatie hebt, denk ik altijd tot een echt een heel mooi uh, pad. En ook als vrienden onderling. Dat is wat lastig in het begin. Dat zegt wel oefenen. Maar dan kom je wel echt tot veel mooie gesprekken. En dan kom je ook gewoon letterlijk tot problemen oplossen. Ja, en ook goed luisteren. Ja. Want wat ik ook wel vaak merk is dat mensen vooral hun eigen dingen willen vertellen. Ja. En luisteren niet echt wat de ander zegt. Opnieuw vragen vanuit het antwoord. Ja, precies. En een heel grappig stuk wat heel veel mensen herkennen. Uh, is dat je, als je in een gesprek zit en je hoort iets. dan zal altijd iemand het gesprek kapen. Die heeft het altijd, hetgeen wat er is voorgevallen, vijftien keer erger meegemaakt. Of die kent iemand die het 15 keer erger oh, heeft meegemaakt. Ja, ja. Nou, de gesprekken kapen, dat kan je dus ook gewoon leren te ontdoen. Alleen dat is ook best lastig. Ik herken mezelf hier erg in dat ik dit dus heel erg deed. Ik vond het heel irritant, maar ik deed het wel. En toen ben ik daar gewoon op gaan letten Hoeveel ja. andere mensen dat doen. En toen kwam ik tot de conclusie dat heel veel mensen dat doen. En toen ben ik juist bewust dat niet meer gaan doen. Dus elke keer als ik het gevoel had dat ik dat wilde, dat ik dat gewoon wegstopte en juist de vraag stelde. Ja. Dus dat je gaat herkennen, oké, okay, nu wil ik dat doen terugkoppelen, oké, okay, dan een vraag stellen, in plaats van zelf te vertellen. En dan kom je ineens tot hele leuke gesprekken. En dan kom je ook in één keer tot minder koetsje kalfjes gesprekken maar ja. gewoon tot vette gesprekken over wat iemand wil bereiken in het leven, of wat iemand gedaan heeft in zijn leven. Of... Heb jij zelf iets wat je nog uh, waarvan je denkt, nou, dat vind ik wel heel goed om nog te vertellen? Ik denk de rol van muziek, dat veel mensen die onderschatten, twee ja. kanten op. Uh, ik vertel net al even, ik speel zelf piano, ja. en ik luister ook veel pianomuziek, om ruimte te geven aan dingen die er niet goed zijn. Eigenlijk vooral. Dus ik kan daar ook emotioneel van worden. En wat je nu heel veel ziet, is dat. Uh, misschien wel grappig. Ik heb gisteren een podcast opgenomen met iemand anders. En hij vertelde een verhaal. Hij heeft in de kombucha business gezeten. En er is een, in Amerika is een onderzoek gedaan uh, naar kombucha. Kombucha wordt gemaakt met levende bacteriën. En het onderzoek was. We gaan kijken wat de invloed van muziek is. op de ontwikkeling van de levende bacteriën in de kombucha. Oh, wow. dus er waren twee ruimtes naast elkaar. Ruimte 1 was zware heavy metal. En ruimte 2 was Bach. Dus pianomuziek, ja. hele rustgevende muziek. Het zit natuurlijk op een bepaalde frequentie, een bepaalde vibratie. En wat zagen ze na een aantal weken, was de kombucha bij de heavy metal was niet ontwikkeld. En de kombucha met de Bach was super erg ontwikkeld. Nee joh. Ja, dus de invloed van muziek... Hoe dan? Ja, heeft te maken met bepaalde frequenties, bepaalde vibraties, bepaalde positieve energie. Die er dan geleverd wordt, um, en ook daarin hoop ik mensen daar een beetje in te stimuleren en te motiveren om daar zelf mee aan de slag te gaan. Zeker namelijk ook als je zelf muziek maakt, wat er dan kan gebeuren als in een, in een positieve zin. Ik heb nog nooit een negatieve zin meegemaakt bij iemand, ja. wat er dan met jezelf kan gebeuren, of als je bepaalde andere muziek gaat luisteren om jezelf daar de tijd en de ruimte in te geven, wat er dan kan stromen in het lichaam. Ze hebben toch ook wel eens gedaan met een plantje of zo was het of ja. een bloemetje. Dat ze dat ene plantje dan heel veel liefde soort van ja. geven. En dan de andere helemaal niet. En die andere ging dus gewoon dood. Ja. Dat hebben ze vaker gedaan. Ja, dat is mijn of mijn onze uh, head of, uh, ja, ons thema ontspanning. We hebben zeg maar verschillende thema's bij het bedrijf. We ja. hebben een head of ontspanning. En zij heeft deze, deze test zelf gedaan ja? met drie planten. En daar heeft daar ook foto's van. Ja, het is gewoon heel grappig. Ze had gewoon één plant die ze elke dag heel veel liefde gaf. Dus echt, ik hou van je. Je bent de beste. Je ja? bent de allerliefste. En dan tweede iets minder. En de derde niet. En die derde was zeg maar zo. En de tweede was zo. En die heeft ze heel veel liefde gaf. Die was zo. Oh. En dit is echt een geval, als je dit de eerste keer hoort, denk je echt, ja, dag, dit is echt onzin. Ja. Probeer het zelf, dit soort dingen. Ja, nu snap ik waarom die plant van mij niet groeit. Het is echt raar, Ja, weinig <laughs> liefde geven. hey onwijs bedankt voor je gesprek. Ja. En voor al je kennis en je verhalen ja, en waar kunnen we jou volgen? Uh, Meest op Instagram, denk ik. Joop Rovers, daar ben ik uh, best makkelijk op te vinden. Ja. En stuur alleen leuke berichten. Ja, stuur alleen leuke berichten. Ja. <laughs> en hij heeft of een ding, dus trouwens, heeft geen zin om, uh, om uh, iets te vragen. Nee. Vond je dit nou een uh, leuk gesprek? Uh, abonneer dan even op mijn YouTube-kanaal, ik heb het hard nodig. Joep, bedankt ja, en uh, hopelijk tot snel. En ik kom nog een keer in je ijsbad. Sowieso zitten. tot snel. <laughs> leuk. Doei.